Oh ja, goeie. Top is dit, ja. Nou, dan kan hij gewoon niet klemmen, hè? Ja, kan je gewoon laten rusten. Ja. Goed dat je het zegt. Dat was het andere nummer volgens mij, hè? Oh, good. Die iets meer impact had. Deze was het volgens mij. Gezicht een klein beetje die kant op draaien. Alleen gezicht draaien. Is terug. Ja, klein beetje terug nog. Ja, mooi. Sluit anders weer even je ogen. Een ietsje omlaag. Omlaag juist. Ja.
Heel even een break. Nee, het is echt grappig. Echt grappig hoe jij eruit schiet weer. Echt actrice, hè? Ik heb even, misschien kan je even komen kijken weer. Ja. Dit is de laatste. Oeh, die is hopeloos verloren. Maar echt hopeloos verloren. Dus vind ik een beetje gekkig. Deze lijkt een beetje op die andere. Ja. Hoewel ik die andere nog mooi, het mooist vind. Die is wel een beetje tussenin. Je had net nog één. Die. Ik ga gewoon verder scrollen. Die heeft ook wel wat. Mm-hmm. Zo van, suck it up. Weet je. Do it. Ja, goeie. Het is ook een soort trots, zie ik wel, hè? Ja. Ook vanwege de positie van je kin is iets hoger, zie je? Die is een beetje verbaasd. Ja. Ik ga nu terug naar de vorige sessie nog, hoor. Ah, oké. Ja, die blijft mijn favoriet, hoor. Dat is een mooie. Waarom lach je? Ik vind het gewoon grappig het ziet er zo uit. Wat zei je? Ik vind het gewoon grappig om te zien hoe ik mijn ogen dicht heb. Het ziet er gewoon funny uit. Dit vind ik eerder een soort van strijdbaar. Ja. Van fighting spirit of zo. Maar even kijken als ik terug ga naar die. Ik vind het wel wat hebben. Dan vind ik. Hier is het er. Ik weet niet. Is het nou die ene valk die moet. Ja. Ja, die is een beetje verbaasd. Ik vind wel echt wat hoor. Ja, ik vind hem ook goed, alleen het is wel heel anders dan die andere. Ja, dat wel. Is niet erg, maar hier zit meer kracht in van jouzelf, zeg maar. Ja. Gewoon puur ook vanwege je blik en omdat je kin iets hoger hebt dan de andere foto's. Mm. Kunnen we deze ook al even op groot scherm zien? Ja. 4, 4, 6, 6, oké. Okay. Alright, moet weer uit. Ik ben weer bij. Ja.